De succesvolste slagwerkgroep van Nederland, Drums United, zal in het kader van 153 jaar afschaffing van de slavernij optreden tijdens het United Cultural Suriname Festival. De organisatie van het festival ligt in handen van Stichting Artanitas. Er zijn twee shows gepland en diverse workshops. De eerste show is op 30 juni in de Anthony Nesty Sporthal en de tweede is op 2 juli in Nikeri. De organisatie hield vandaag een persconferentie in het Handicraft gebouw in de Palmentuin. Volgens bandleider Lucas van Merwijk is de slagwerkgroep al 16 jaar actief en bestaat uit 7 toppercussionisten uit verschillende landen. Te weten Senegal, Turkije, Japan, Nederland, Venezuela, Brazilië en Suriname. Iedere percussionist neemt een eigen muziekstijl mee uit zijn of haar land, zoals hip-hop, pop, Latin en Afrikaanse muziek, zegt Van Merwijk. Het concept van de slagwerkgroep is om percussie uit de hele wereld samen te brengen in één groep. Dus we hebben percussie uit Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa. En we hebben dus ook percussionisten uit al die verschillende culturen. En het concept van de groep is dat we zowel de culturen behouden, maar ook met elkaar in aanraking brengen. Dus we laten mensen uit al die verschillende landen met elkaar spelen en kijken wat voor nieuwe dingen daaruit voortkomen, muzikaal gezien, maar ook cultureel gezien. En wat ik begrijp van het concept van het festival is eigenlijk vergelijkbaar wat jullie binnen Suriname doen, doen wij met onze groep muzikaal gezien op het trommelgebied. Op mondiaal niveau. Dus, voor percussionisten is het interessant omdat ze zien dat er allerlei relaties zijn tussen drums, natuurlijk tussen Afrikaanse drums en Zuid-Amerikaanse drums, maar ook Afrikaanse drums en Aziatische en Europese culturen en hoe alles zich in de loop der jaren vermengd heeft. En waarbij eigenlijk ook de slavernij een heel grote rol gespeeld heeft natuurlijk, omdat met de slaven mee de drums gingen reizen over de hele wereld. Van West-Afrika naar Zuid-Amerika, Cariben, Suriname. Lucas van Merwijk, bandleider van de succesvolste slagwerkgroep van Nederland, Drums United. De groep treedt donderdag op tijdens het United Cultural Suriname Festival in het kader van 153 jaar afschaffing van de slavernij.